corner, 29 years of age. He's from Vos Gym Amsterdam and his coaches are Ivan Hippolyte and Ernesto Host and Johan Vos. The man has 35 fights on his record, 31 wins, and 18 of the wins came by way of KO, 3 losses and 1 draw. I want to hear you for Cheryl Venezia. Kijken we naar de statistieken van Cheryl Venezia. Een van de grote favorieten, 29 jaar, 99 kilogram, 1,95 meter. This woman is fighting from the red corner tonight, from a Geo Gym and his coach is Andre Bonner. With 34 advisable records, 28 wins and 22 KOs. And only 6 losses. The IPMTF Champion of Europe and the WPKA Champion of the World, Remy Bonjasky. Remy Bonjasko even eens in Amsterdam, 100 kilogram, 1 meter 93. Champion of Europe and the WPKA Champion of the World, Remy Bonjasky. And a special welcome to a fighter here ringside, Mr. Gilbert Ivel. Zullen we kijken wie er een ronde verder gaat, in ieder geval op deze avond hier in Arnhem. Bonjasky, de man in het zwart met op zijn naam. Geborduurd op zijn boek. Tegenover hem in het paars met de witte bies, dat is Cheryl Venezian. Ze kennen elkaar goed. De laatste wedstrijd was een overwinning voor Venezian. Oh, een zware opstoot daar. En hij is aangeslagen. Hij wankelde. Nee, hij is hersteld. Oh, wat een wedstrijd. Wat een begin, zegt deze wedstrijd, die eerste ronde. En weer die opstoot. De opstoot van Venezian tot 2 maal toe. Zwaar getroffen. Remy Bonjasky. Ja, dat zijn de knieën van Bonjasky, het sterke wapen van de man van Mejiro Gym. De twee boys die vechten om de eer van Amsterdam, dat wil ik zijn. Wie is daar de beste zwaargewicht? Op het ogenblik zijn deze twee de allerbeste. De twee sterkste gyms misschien wel daar. Mejiro Gym en Vos Gym. En wie gaat met deze prestigieuze overwinning naar huis? De laatste keer won Cheryl Venezian, de man in het paars. Met de witte bies naar zijn broek. Mooie jab aan het lichaam van Bonjasky. En nogmaals, door velen werd deze partij reeds gezien als de finale. Dit had de finale moeten zijn, zeiden ze. Maar goed, de loting wees anders uit. Het mocht niet zo zijn. En weer de knieën van Bonjasky die goed terugkomt naar een moeizame start. Tot 2 maal toe een zware opstoot voor Bonjasky. Door Venetiaan, die was goed raak. Maar Bonjasky is hersteld. Het is een superatleet, die man van Mejiro Gym. En daar springt de referee Jan Lommel ertussen. Tot de groot verdriet en ergernis van Venezian. En langzamerhand begint Bonjasky toch in die wedstrijd te komen. Weer die knieën, die zit er goed op. Het was een moeilijk begin. Weer die knie. Ja, dat is een sterke wapen van Bonjasky. Die gesprongen knie erin. Maar hij moet blijven uitkijken voor die rechteropstoot van Venezian. Die zo gevaarlijk was. Tot 2 maal toe wankelde Bonjasky. Maar hij is hersteld. Hij is hersteld en hij moet blijven doorgaan. Hij moet Venezian zeer zeker geen kans geven om die strijd terug te nemen. Om het terug te nemen. Want dat is het gevaar dat hem helemaal schuilt in die handen van de man van Jim. Een strijd die wordt gestreden op het scherpste der snede.
Wojnarowski. De strijd is een beetje in wat rustige vaarwater terechtgekomen. Na het enorme felle begin. Weer die opstoot tot tweemaal toe. Wat is hij daar kwetsbaar voor? Wat is Wojnarowski kwetsbaar voor die opstoten, zeg? Hij kijkt niet, hij wendt zijn blik af naar beneden. Daardoor ziet hij hem niet aankomen. Ja, de low kicks ook. We zien hetzelfde verhaal omdat hij naar beneden kijkt. Hij verliest oogcontact met Venetiaan. Waardoor Venetiaan kan scoren. Mooie ronde. Gelijk opgaand. Met twee zware opstoten door Venetiaan. En gevaarlijke knieën. Gesprongen knieën door Remy Wojnarowski. Waarschijnlijk kunnen we even in de slow motion kijken dadelijk naar die eerste actie. Dat we kijken wat er gebeurde. Daar die opstoot. Die was mis nog, maar die tweede ook mis op het lichaam. En die trappen van Wojnarowski, die komen goed door. Het wachten was op je hoofd die opstoot die raak was, waardoor Wojnarowski bijna onderuit ging. Daar is die. Kijk de benen van Wojnarowski, die wankelt, die daar zwaar geraakt wordt. Het staat erin aan te komen eigenlijk, want op 2-3 maal toe kwam daar die opstoot al door op die arm. Nou, het scheelde weinig. Maar het is een mooie ronde. Tweede ronde in deze fenomenale strijd. We gaan over drie. De man in het paars met de witte bies aan zijn broek, dat is Gerald Venetiaan van Vos Gym. Tegenover met het zwart, dat is Remy Wojnarowski. Twee mannen die door velen worden gezien als de twee sterkste zwaargewichten van Nederland op het ogenblik. Allebei jong. Allebei sterk en allebei met mogelijkheden om het van ieder te winnen. Uit de hoek van Venetiaan wordt geroepen initiatief. Dat is wel terecht eigenlijk, want vaak hebben we gezien dat Venetiaan soms dingen te lang laat liggen. Ja, goed gekankerd door Venetiaan. De high kick. Wojnarowski ging langs en de counter was met de low kick. En weer. En dat zijn zware trappen, harde trappen. Vooral ook blesserende schoppen. En weer duikt daar referee Lomolder met gevaar voor eigen leven tussen die twee giganten. Ja, Wojnarowski kijkt nu beter uit voor die opstoot. Houdt het wat meer dicht, maar hij kijkt nog steeds vervaarlijk dicht naar beneden. Hij kijkt nog steeds naar de grond als die wordt opgesloten door Venetiaan. Dat is gevaarlijk. Dan sta je open voor low kicks, dan sta je open voor opstoten. En Venetiaan op zijn beurt bijna tegen een opstoot aan. Ook hij maakt de fouten naar beneden te gaan kijken. En de knieën van Wojnarowski. Gelijk op de twee, ze zijn erg op elkaar gewaagd. Nogmaals, de partij van de laatste keer. Toen was Venetiaan veel en veel sterker voor een passieve Remy Wojnarowski. Dat is nu absoluut het geval niet. Wojnarowski is veel meer in de strijd. Hij is ook gebrand om in ieder geval een goede partij neer te zetten. En het tempo zakt. Het tempo zakt. De vermoeidheid slaat toe. Daar waar we in de eerste ronde zagen hoe er een enorm begin plaatsvond. Offensief van beide kanten. Slaat de vermoeidheid nou reeds toe. We zijn in ronde 2. Even gas terug. De beweging is uit de been. Er is veel platte voetenwerk. Beiden staan en nemen even een pauze, lijkt het, in die strijd. Komt beide goed uit, zo te zien. Einde ronde. Van Remy Wojnarowski die rakelings overging en wat er bijna voor zorgde dat de referee er tussen moest duiken.
Venetiaan daar weg te houden. Hoe van Monelski. Met bij me René Roos, een van zijn trainingspartner en uiteraard zijn trainer André Manuit. Uiteraard Palmot. Hier de hoek van Venetiaan. En dat is de host, Ivan Hippolyte. Twee wereldkampioenen. Twee grote namen uit het hedendaagse partij. Uiteraard en het gaan kijken naar de derde en laatste ronde. Wie gaat het winnen? Want daar gaat het op aankomen. Het gaat gelijk op die twee. Wie deze ronde wint, zou wel eens naar de zegen naar huis kunnen gaan. Maar ze zijn aan elkaar gewaagd, hoor, die twee. De high kick, geblokt. De front kick, raak. En het gaat nu om wie wil het meest. Wie durft het meeste te gaan? Wie durft leeg te gaan? En willen ze dat ook wel, want laten we niet vergeten, als er eentje doorgaat, moet hij nog twee wedstrijden. En dat geeft meteen ook aan die enorme zwaarte van zo'n K1-toernooi. Het is zo verschrikkelijk zwaar, bijna onmenselijk. Ja, dat is goed werk. Bonjasky in die aanval. En nu moet Venetiaan uitkijken. Die moet zorgen dat hij niet al te veel laat gaan. Venetiaan moet counteren met die low kicks. Dat is een goede wapen. Dat kan hij ook heel goed. Maar dan moet hij veel en veel meer doen. Zo bijvoorbeeld, want dat gaat ook bij Bonjasky werken. De opstoten en door blijven gaan nu. Door blijven gaan nu, nee. Bonjasky komt terug. Bonjasky op zijn beurt nu. Beiden maken de fouten naar beneden te gaan staan kijken. Ze zijn dan kwetsbaar voor opstoten en knieën. Wat zijn ze moe, zeg. Derde ronde, bijna helemaal leeg. En dat allemaal hier onder het wakend oog van de grote baas, Mr. Ishii himself. Kazuyoshi Ishii, want ook hij is hier aanwezig. De stichter van het K1 uit Japan is hierheen gehaald door de organisatie. Fantastische prestatie. Ja, die knieën moeten snel gemaakt worden bij het K1-systeem. Er mag niet al te lang gewacht worden. Niet te veel worden vastgehouden. Als er wordt vastgehouden, moet meteen worden gekniet. En ze wankelen beide naar voren, hoor. Het zit er helemaal doorheen. Zowel Venetiaan als Bonjasky. Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten op het ogenblik wie hiervoor staat. Het gaat zo gelijk op. Het is nemen en geven van beide zijden. Nu weer rust, rust Bonjasky uit. Dan weer is het Venetiaan die weer even rust moet nemen. Venetiaan die gaat nu scoren misschien. En hij moet uitkijken, Bonjasky, want degene die nu het meest gaat scoren, kon wel eens de meeste punten verzamelen in het einde van deze wedstrijd, in deze eindfase. Beide ademen zwaar. Open mond. Zowel van Bonjasky als van Venetiaan. En oh, oh, wat zijn ze er verschrikkelijk moe van geworden. Er zit geen pit meer in, geen explosie meer in. Wat wil je naar die enorme eerste ronde? Ja, Venetiaan scoort niet meer. Hij blijft scoren, Venetiaan blijft scoren. Dat kon wel eens belangrijk zijn. Dat kon wel eens belangrijk zijn. Want Venetiaan nam het initiatief over. Nou, ik ben benieuwd wat dat gaat worden, hoor. Ja, maar het weet ik, maar aan het einde was het toch Venetiaan die meer overnam. Die gaf initiatief terugpakte, bleef stoten. Ik kwam geen antwoord meer van hem. Het ging allebei gelijk op, maar ik ben bang, of ben bang in ieder geval voor Bonjasky te verstaan, dat het net niet genoeg was. Mocht het gelijk worden, komt er een ronde bij, twee ronden erbij. Nou, we zullen het gaan zien. Ik ben heel benieuwd, hoor. Ik durf er geen score op te zetten. Ik ben bang voor Venetiaan, voor Bonjasky die gewonnen heeft. Dat Venetiaan gewonnen zal hebben vanwege die laatste stoten van hem zijn kant. Maar misschien komt er een opperslist. We zullen het zo weten. Een geweldige strijd van twee topatleten. With the big difference in points, the blue corner, Gerald Venetiaan. Zoals ik reeds zei en dacht. Venetiaan wilde het meer op het einde. Venetiaan was de man die scoorde, die liet zien van ik wil het hebben en dan scoor je gewoon meer.
Het zal heel net zijn, ongetwijfeld. Als ik even kijk bij de jury deden naast mij, zie ik 1 punt verschil. En dat klopt ook wel. Het was heel gelijk, maar het is wel terecht. Het laatste is de lag bij Venetiaan. Iets meer gaf, iets meer wilde. En daardoor de zege op zijn naam bracht.